Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom. Het is vanmorgen echt een hele volle zaal. Dus het is alleen maar mooi. Dus jij of u in deze zaal, heel hartelijk welkom nogmaals. Maar ook u die met ons verbonden bent via YouTube, ook u heel hartelijk welkom. En uiteraard ook onze broeder Jack Brunt. U zult ons dienen met het woord, met het thema, de gedenkwasten en onze levenswandel. We zien uit naar uw boodschap, God zegen. Ja, ik denk dat er toch wel heel veel mensen hier voor het eerst zijn. Dus bent u of jij hier voor het eerst ook heel hartelijk welkom. En ik zou zeggen, ga niet weg voordat u de Heer Jezus hebt leren kennen. En ook deze morgen mag daar misschien, ja, deel van uitmaken, dat u de Heer Jezus mag leren kennen. Graag zou ik met u een tekst willen lezen uit Jesaja. Jesaja 43. Jesaja 43, vers 1, 2 en 3a. Israël, kostbaar in het oog van God. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige. De Heilige van Israël, uw Heiland. Graag zou ik met u willen zingen lied opwekking 789. U leert me lopen op het water en indien mogelijk graag staand. Don't worry.
zou graag met u een zegen willen vragen. Dank u, Vader in de hemel, voor uw genade. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze heiland bent. Dat u voor onze zonden bent gestorven. Heere, dank u wel dat u erbij bent als de golven ons lijken over te slaan. Heer, als de golven hoog worden, ook voor Israël. Dank u, Heere, dat u erbij bent. Wilt u hen helpen, Heere, wilt u hen leiden. Heere, dank u dat u ook ons zo leidt. Heere, zo willen we ook deze dienst opdragen in uw hand. In uw hand. Heere, wilt u ons allen zo leiden. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We willen graag ons volgend lied zingen. Dat is Johannes de Heer 80. Elk uur, elk ogenblik. Een hele goede morgen. Prachtig zo gevulde zaal. Ik mag de mededeling aan u doorgeven van deze zondag. We hebben op zich geen nieuwe meldingen van zieken binnengekregen, maar we willen de zieken wel allen bemoedigen. Uit Psalm 54, vers 5. Zie, God is mijn helper. De Heer is het die mijn leven draagt. Ja, ik hoop dat u dat zo mag ervaren. We zijn dankbaar dat broeder Eddie Deen de doop heeft aangevraagd. Wanneer u ook een keuze wilt maken om de Heer Jezus te volgen. De Heer Jezus als uw persoonlijk redder heeft aangenomen. Ja, en ook graag dan gedoopt wil worden, ja, dan kunt u contact opnemen met een van de broeders in de gemeente.
En op 5 april hopen we weer een doopavond, studieavond te houden. En dan waarschijnlijk eind april weer een doopdienst. Dus van harte aanbevolen. Dan hebben we het voornemen tot aanstelling van de oudste. Vorige week ook heb afgekondigd. De broederraad heeft u op 3 maart jongsleden op de hoogte gebracht om broeder Jonathan Visser als oudste aan te stellen. Nou, conform de statuten kunt u als lid binnen 14 dagen schriftelijk of via e-mail bij de broederraad eventueel bezwaar maken of vragen stellen. Wanneer er tot 18 maart aanstaande geen bezwaar vanuit de gemeente zal komen, wordt onze broeder tijdens een ochtenddienst bevestigd. Dan zoeken we nog leiding van de crèche. Omdat een van de medewerkers stopt met de leiding van de crèche, zijn we op zoek naar een zuster met liefde voor kleine kinderen en leiderschapstalent. U kunt zich aanmelden bij Erik van het Ende. Van harte aanbevolen. Denkt u erover na. Dan de spoorzoekers. Het zomerprogramma. De voorbereidingen voor het spoorzoekersprogramma 2024 zijn inmiddels alweer in volle gang. Het thema is bedacht. Het thema lied is alweer uitgezocht. En de lessen worden uitgewerkt. Ja, nu is het dus de hoogste tijd om de medewerkerslijst te gaan vullen. En de spoorzoekersperiode is van 13 juli tot en met 1 september. In de nieuwsbrief van maandag en ook in de Battle-app zal een link naar het online document komen waar u zich kan inschrijven. Nou, we zoeken per zondag minimaal 5 medewerkers. En voor het kindermoment, 1 voor het kindermoment, 2 medewerkers voor de 4 tot 6-jarige groep en 2 medewerkers voor de 7 tot 10-jarige groep. Nou, we voelden ons vorig jaar erg gezegend met uw inzet. Die lijst vulde zich redelijk snel, of eigenlijk heel snel. Doet u dit jaar weer mee? Mocht online opgeven toch niet lukken, dan kunt u zich altijd contact opnemen met Rianne, Sylvia of Judith, mijn vrouw. Dan even de planning voor komende week. Vanavond, even chronologisch, vanavond spreekt broeder Bert Boer over het thema echtscheiding en hertrouwen. En daarvan is komende dinsdagavond ook een nabespreking. En het gaat dan over, kun je opnieuw beginnen na een echtscheiding? En ook andere vragen zullen daar behandeld worden. Komende dinsdag begint om 7:30. En vanavond is gewoon hier in de dienst om 7:00 de dienst. Deze uitzending is niet via YouTube te volgen vanwege het onderwerp. Dan is er vanavond ook de 18PLUS hier in het gebouw. En dat begint om 7:30. Alle jongeren van 18 tot 25 van harte aanbevolen daarbij aanwezig te zijn. Dan het volgende is dan zaterdag, komende zaterdag, 16 maart aanstaande, vindt de Maranatha middag plaats. En de spreker is Gijsbert Thomassen uit Enschede. Dat begint om 3:30 smiddags en het einde is 6:30. En het thema is het 1000-jarig vrederijk. En de middag wordt dan afgesloten met een broodmaaltijd. U kunt zich vandaag nog voor deelname opgeven. En de intekenlijst ligt hier in de hal. Dan is er komende zaterdagavond de Cornerstone voor de jeugd van 12 tot 18. Ook van harte aanbevolen. Welkom. Begint om 7:30. En daarna hebben we volgende week zondagavond en die zondag daarna op de avond. Op zondagavond 17 en 24 maart zal broeder Gijsbert de Bree spreken over de psalmen. De 150 psalmen zijn niet alleen maar losse liederen en gebeden, maar in de opzet van de psalmen wordt de geschiedenis van de God van Israël en mensen beschreven. Nou, zondag 17 maart gaat het over psalm 1 en 2 en op zondag 24 maart over psalm 89. Dat even over de planning. Dan zal ik aan het eind van de dienst bij de gasten- en infotafel staan. Dus mocht u vragen hebben over deze dienst of over de gemeente of persoonlijk gebed willen, kom van harte aanbevolen, kom naar me toe. De collecte vandaag is bestemd voor Israël. En daarvoor wil ik Ben naar voren vragen, die er iets meer over gaat vertellen. Bon.
Boker Tov Kulam, shalom. Goedemorgen allemaal, welkom. Vrede. David zegt net, wij had het over de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël, zegt hij. Nergens lezen we in de Bijbel de God van Ismaël, van Israël. Waarom ondersteunen wij Gods volk? Waarom houden wij een collecte? Wat drijft ons? Heel eenvoudig om de schrift ons dat leert. Leest u vandaag weer zelf na, Genesis 12, 15 en 17. En telt u dan de keren hoeveel het land beloofd wordt aan zijn volk. Of leest u Deuteronomium 7, vers 6. U bent voor de Heer een heilig volk. U heeft de Heer uitverkozen uit alle volken op aarde. Niet omdat u het grootste volk op aarde was. Nee, omdat de Heer uw God u lief heeft. Daarom steunen we Gods volk. Omdat het land van God is. Omdat het zijn volk is. En vandaag. We zijn nu 150 dagen verder sinds 7 oktober. Ik was daar tijdens de oorlog. Velen van u heb ik het verteld. We hebben het verdriet gezien. Vandaag gaat weer een groep heen met de gemeente om daar te dienen. Waarom? Omdat God ons een brandend hart heeft gegeven om zijn volk te dienen. En zo hebben wij ook als gemeente het voornemen om Gods volk te dienen. We willen niet wegkijken als de hele wereld ze veroordeelt. Momenteel hebben ze 8 vijanden, volken rondom. Maar de grootste vijand is de 8e en dat is de hele wereld. Degene die wij dienen, dat is een stichting, Keren Ave Meshiit. Dat is een Messiaans broederschapsfonds. Die drukken Gods woord. De Bijbel. Ik heb een paar formaten na de dienst. Als u wilt inkijken, laat ik ze u zien. Voor Gods volk geldt de wetgeving, de aanneming van kinderen. De verbonden, de belofte, de heerlijkheid. Uit hen is de Messias, Jezus Yeshua, voortgekomen. Amen, broeder. En die dienen wij. Deze Bijbel die wij lezen, die hebben we van hen ontvangen. Leest u maar na Romeinen 9, Romeinen 3. Alle woorden van God, ook Lucas en Handelingen. Wat ik meen. Alle woorden is alle woorden. En daarom is het belangrijk, u bent nu met velen, als u straks weer naar huis gaat, dat u die boodschap die u vandaag nu net ook nu van mij hoort, niet van mij aanneemt, maar het zelf naleest in Gods woord. Wat ja en amen is. Wij dienen Elie Smatja, zijn stichting. Het is een Messiaanse groep van zakenlui. Die hebben een gemeente, die hebben een website. En die dienen Israël. Ze drukken Bijbels. Dat doen ze al vanaf vlak nadat de staat Israël is uitgeroepen. Elie Smatja, zijn ouders zijn vanuit Frankrijk, hebben ze alia gemaakt, in Israël aangekomen. Daar zijn ze een drukkerij begonnen, want ze werden de kibbutz uitgezet. En uiteindelijk, omdat ze Yeshua, Jezus verkondigen. Want let wel, 99% van Gods volk leeft seculier. Ze verwachten de Messias, ze verwachten de twee. Eén is er al geweest misschien. Wij weten dat die één het is. De leidende knecht, maar ook de koning der koningen, de heren der heerscharen die komen gaan. Maar zij weten het niet. En daarom willen we teruggeven wat we van hen ontvangen hebben, hun woord. Dat zijn we ook trouwens aan hen verplicht, leest u maar na in Romeinen 15 vers 27. Het evangelie is eerst voor de Jood en ook voor de Griek, Romeinen 1 vers 16. Plaatsen in de Bijbel genoeg die onderschrijven dat we dit moeten doen. Hier ziet u de eerste sheet. Ik heb het maar in een powerpointje gezet. Want als u mij niet stopt, blijf ik praten. En dat heeft Jacques geen ruimte meer. Dienen wij. De collecte. Die sturen we naar Jeruzalem. En ze gaan er goede dingen mee doen. Momenteel ligt het werk vanuit Israël zelf redelijk stil. Want normaal worden deze Bijbels gedrukt en op strategische plaatsen neergelegd en uitgereikt. Iedereen kan ze gratis meenemen, zodat het woord van God verkondigd wordt. Kijk, als wij hier tot geloof komen, kost het wel strijd. Maar als je daar tot geloof komt, kun je sociaal helemaal apart gezet worden en uitgesloten worden.
die prijs ligt daar veel malen hoger dan bij ons hier. Even kijken of dat dingen doet. Wil jij hem een setje geven, Johan? Gebed voor Israël. Daarvoor wil ik u toe oproepen. Om te bidden voor Gods volk. Ze hebben het zo nodig. Elis Matja, de directeur van de stichting, die zei: Ben, we strijden niet tegen Hamas, wat geweld betekent, maar tegen het leger van de Satan. Het is het evil, het meest demonische kwaad wat, wat wij als normale denkende mensen niet ons kunnen voorstellen. En toen ik daar was, hebben we wat van dichtbij geproefd en meegemaakt. De diepste duisternis waar tegen ze strijden. Dit is geen oorlog die je kunt vergelijken met andere oorlogen. Tuurlijk is het heel erg wat Poetin doet in de Oekraïne. Maar dat is een oorlog tussen mens en mens. Maar dit is een oorlog tussen goed en kwaad. De geest van Amalek. Van Ismaël. Esau. Haman de Jodenhater. We gaan naar Purim. Over een paar weken. Weet u nog, Esther, die was tot koninklijke waardigheid verhoogd voor een dag als deze, zei Mordechai. Wij zijn ook koningskinderen. Ook wij zijn geboren uit deze tijd waarin we leven. Met een boodschap om te staan naast Israël. U met elkaar, wij zijn het geestelijk leger wat meestrijden. En daarom de oproep. Mag ik de volgende, Johan? Onderwerpen. Ik heb er een paar neergezet in plaatjes, zodat je het straat later kan terugkijken. Al die ontvoerden, dus de meesten zijn of overleden of daar nog onder die tunnels. 175 kilometer aan tunnels. Al die miljarden die wij, u en ik, met onze belastingcenten betaald hebben, allemaal onder de grond verdwenen. Wereld, links onderin, Israël staat helemaal alleen. Teshuvah, dat betekent bekeren, terug naar de Heer. De Heer heeft in zijn woord beloofd. Als mijn volk zich verootmoedigt voor mijn heilig aanzicht, weer bekeert, dan hoor ik uit de hemel, ga ik hen helpen. Keer op keer is dat in de geschiedenis al gebeurd. En daarom bidden we het ook nu. Mijn gebed is dat als Purim is aangebroken, dat Haman de Jood, de huidige, huidige leider van Hamas, die Haman die nu leeft, dan gestopt zal worden. Bid voor de soldaten. Daarnaast de staat TBN Israël. Dat is het nieuwszender van Samuel Smatja, de broer van Eli. Die geven een eerlijke boodschap over de wereld. Messiaanse gelovigen. Die weten dat we onze naaste liefde moeten hebben dan onszelf. Die vertellen een boodschap. Als u een betrouwbare boodschap wilt horen, dan wil ik u aanraden daarna te kijken. Bid voor het kabinet. Voor eenheid. Er is grote verdeeldheid ontstaan en nu is er weer wat eenheid. Maar vergis je niet, er is gebrokenheid. De mensen zijn verslagen. Ze hebben zitten slapen. Het is exact 50 jaar geleden tussen Yom Kippur oorlog uitbrak en op 7 oktober. Het was exact 50 jaar en we sliepen weer. En daarom bidden we ze shalom toe, vrede. Mag ik de volgende dier? Nou, die tekst heb ik u al genoemd. Lees je ze voor zichzelf eens na. Jesaja 62 vers 6 bijvoorbeeld. Dat we zullen zijn als wachters op de muren van Jeruzalem. En de Heer geen rust gunnen. Hem gaan herinneren aan zijn woord. Totdat hij zijn volk thuis brengt. Mag ik de volgende dia? Dat zijn wij. We hebben een app. We hebben een website. Via de website kunt u wat meer informatie zien. Wat wij bedoelen. Waarom we ondersteunen. En voor degenen die toegang hebben tot de Battle App, zou ik u willen zeggen, we hebben ook een groep Israël. Sluit u daarbij aan en dan krijgt u updates. Iedereen die is vrij om daarin te zetten, om het volk van God te bemoedigen. En zo ondersteunen we elkaar. En dan gaan we verder met elkaar, totdat de Heer zegt dat we hoeven stoppen met bidden. En ik denk dat dat pas is als hij terugkomt. Bedankt voor uw aandacht. God zegen u. En jij God zegen als je het over de tzitzit van Yeshua gaat hebben. Mooi. Dank je wel voor de aandacht. Dank je wel. Ja, gaan we graag in gebed om al deze dingen ook bij de Heren te brengen. En dan na het gebed zal zometeen ook de collecte voor Israël rondgaan.
Heer Vader, Heer, we buigen ons hoofd. Heer, en we richten ons op u. Heer, omdat we het bij u willen zoeken. Heer, omdat we het van u willen verwachten. Heer, in deze gemeente, we willen zien wat u doet. We willen kijken naar wat u heeft gedaan aan het kruis. Heer, u heeft redding gebracht voor ons. Heer, u heeft vrede gebracht. Heer, wat heerlijk is het, Heer, dat u vrede heeft gebracht. Heer, dat we vrede mogen hebben met de hemelse Vader. Heer, die voor ons zorgt en ons als kinderen heeft aangenomen. Vader, ik wil u prijzen daarvoor, Heer. We waren het niet waardig uit onszelf. Heer, helemaal niks van ons. Heer, uw genade. Heer, laat dat genoeg zijn iedere dag weer in ons leven. Heer, ik wil u prijzen, Heer. U bent een groot God. Heer, die van mensen houdt. Vader, dank u wel dat u een goede Vader bent. Heer, die persoonlijk betrokken wil zijn in ons leven. Heer, in ons leven kent. Heer, alles in deze gemeente ook kent wat er gaande is. Heer, dank u wel, Heer, dat we mogen vertrouwen op u. Vader, zo mogen we ook de zieken ook bij u brengen, Heer. Heer, u kent hen. Heer, u bent ook persoonlijk betrokken in hun leven. Ik wil ook bidden, Heer, dat ze dat ook zo mogen ervaren, Heer, dat u dicht bij hen bent. Heer, dat u hen troost. U hen versterkt. Heer, dat ze op u mogen kijken. Heer, hun blik naar u mogen richten. Vader, ook voor iedereen, Heer, in de gemeente die... Of we hebben het eigenlijk allemaal zo hard nodig. Heer, of we ons misschien ziek noemen of niet. Heer, we hebben het zo hard nodig dat we naar u kijken. Heer, in alles wat we doen. Heer, in onze sociale contacten. In ons huwelijk met onze kinderen. Vader, dat we toch op u gericht mogen zijn, Heer. En bij u de rust mogen zoeken die we zo hard nodig hebben. En daaruit mogen leven. En Vader, zo mogen we ook bidden, Heer, voor zoveel mooie activiteiten in de gemeente die er mogen zijn. Heer, dank u wel, Heer, dat u iedere dag en iedere keer weer dat u de mensen geeft om het te mogen doen. Zo willen we ook danken, Heer, dat we Jonathan zo aan de gemeente mogen voorstellen. Heer, als nieuwe broeder. Heer, we zoeken nu ook weer een nieuwe iemand voor de crèche. En we willen dat ook bij u brengen en ook bidden, Heer, dat u die vacature, Heer, daarin ook weer in het hart wil werken. Heer, dat u dat ook weer wil geven, Heer. Heer, dat ook onze jeugd, onze kinderen, onze hele kleine kinderen ook op jonge leeftijd ook hier in deze gemeente ook van uw liefde en uw goedheid mogen horen. Heer, wat u heeft gedaan, Heer, dank u wel. Vader, zo mogen we ook Israël bij u brengen, Heer, als we net zo ook horen van Ben. Heer, zo onder de vergrootglas. Vader, van alles wat ze, van alles wat ze doen, continu weer beschuldigd worden. Heer, zo worden aangevallen, Heer, door uw vijand. Heer, zo hebben ze niet te strijden tegen vlees en bloed, Heer, maar tegen de Satan, Heer. Het is zo duidelijk, Heer, zoveel kwaad en duisternis, Heer, wat in dit conflict zo speelt. Vader, wilt u uw zegen en wilt u uw sterke hand ook geven, Heer, aan het kabinet, aan de soldaten, aan zoveel die daar helpen. Heer, dat ze u dichtbij mogen ervaren, Heer, dat u aan hun kant staat. Heer, bovenal, Heer, bovenal dat ze hun knieën mogen buigen. Heer, want als uw volk de knieën gaat buigen, Heer, dan zal de vrede van Jeruzalem komen, Heer, waar we allemaal naar uit mogen kijken. Heer, dat u koning zal worden op deze aarde. Vader, Heer, daar zien we zo naar uit. Heer, wat zal het goed zijn. Heer, geen ellende meer, Heer. Zo alleen maar goed, volledige voldoening, Heer, in wie u bent. Heer, daar zien we ontzettend naar uit, Vader, dat u koning zal zijn hier op aarde. Vader, ze mogen ook de Herikon, de Filipijnen, Stichting Mino, Heer, ook bij u brengen. Heer, we willen dat ook vragen of u daar uw zegen in wil geven. Vader, dat willen we ze ook bij u brengen, Heer. Heer, ook als we
broeder Deenheers ook mogen afkondigen, Heer, als nieuwe dopeling. Dank u wel daarvoor. Ik wil u ook bidden, Heer, ook in deze gemeente, in deze, al deze mensen, Heer, als er nog mensen over nadenken over de doop, Heer. En ze eigenlijk het verlangen hebben. Vader, wilt u hen ook helpen daarin? Heer, hen ook moedig maken dan ook om misschien nu die stap te zetten. Heer, maar ook in deze gemeente, Heer, als er mensen nog die stap niet hebben durven zetten, ook naar u toe niet, Heer. Vader, dat ze u mogen ervaren dat u van hen houdt, Heer, bij hen bent en ook voor hun zonde bent gestorven aan het kruis. Heer, maar ook de dood heeft overwonnen, Heer, wat is het goed om uw kinderen te mogen zijn. En deze dienst zou aan u opdragen, Heer, wilt u Jacques uw woorden geven. Heer, en bovenal ons allen ook een geopend hart, Heer, dat we uw woorden ook in ons hart mogen horen, Heer. Dat willen we u zo bidden in Jezus' naam. Amen. Daar gaat zo de collecte rond. We willen graag nog één lied met elkaar zingen. Dat is het nieuwe maandlied. En dat is opwekking 856, het bloed van Jezus. Tevens is de collecte. En dan daarna wil ik graag de dienst overdragen. Speak for me, my dear.
Goedemorgen. Het is voor mij een voorrecht en een vreugde om het woord van God met jullie te openen. En dat komt recht uit mijn hart. Dat is niet een cliché uitspraak, maar dat meen ik. Omdat ik geloof en weet dat als we dat woord openen, dat het licht verspreidt in ons leven. En als we iets nodig hebben vandaag, dan is dat het wel. Ik wil jullie vragen, jullie hebben natuurlijk allemaal je zwaard meegenomen. Want ik kan wel veel dingen zeggen vanmorgen, maar als je het zelf leest, dan ontdek je dat het er ook daadwerkelijk staat. Ik wil je meenemen naar nummer 15. Ik ga 3 stukjes met je lezen. En we beginnen in nummer 15. En we hebben een bijzonder onderwerp, Ben heeft er al iets van gezegd. En als je een beetje goed naar zijn presentatie gekeken hebt, dan heb je al een gebedskleed langs zien komen. Een tahid. Ik zal hem niet helemaal over mijn hoofd doen, want we zeggen wel eens tegen elkaar, als je haar maar goed zit. Hè? En die garantie kan ik dan niet meer geven. Maar dit is het gebedskleed wat gedragen wordt in de synagoge en bij de muur. Wie van jullie is al eens in Israël geweest? Nou, er is nog een hoop werk te doen in Hattem. Maar dan heb je dit kleed waarschijnlijk wel eens gezien. En aan het uiteinde van dit kleed, daar zitten kwastjes, de zogenaamde gedenkkwasten. En met een moeilijk woord, de tzitzit. Nou, die zitten niet alleen aan het gebedskleed, maar je ziet bij Joodse mannen ook dat ze elke dag een tuniek dragen. Dat is eigenlijk een doek, hè, die reikt tot aan de middel, aan de voor- en achterkant. En daar zitten aan de 4 hoeken ook gebedskwasten. En dat is heel mooi als je nou in Israël bent en je wil een goed gesprek voeren. Dan moet je gewoon vragen stellen. Daar wordt een Jood blij van. Hè? Want dan kan hij zijn kennis delen en zijn cultuur. En vraag gewoon eenvoudig, waarom heb je nou van die kwastjes aan je broek hangen? Wat betekent dat nou? Hè? En als je vragen stelt, nou, dan wordt hij heel enthousiast, want dan gaat hij antwoorden geven. Nou, dan kom je vaak tot een goed gesprek, althans, dat is mijn ervaring. Dus, hier ga ik het over hebben. Niet het gebedskleed zozeer, maar veel meer wat aan de hoeken van het gebedskleed en aan de tuniek is bevestigd. De gedenkkwasten, dat ga je na vandaag niet meer vergeten. Daar ben ik van overtuigd. Maar de grote vraag is, wat hebben die gebedskwasten, wat hebben de tzitzit ons vandaag te zeggen? En ik hoop dat je verlangend bent naar wat de Heer tegen je wil zeggen vandaag. En dat niet alleen, maar dat wat je vandaag hoort, dat je dat ook gaat vertalen naar de praktijk van het leven van elke dag. Daar gaat het om. Nou, ik ben heel genadevol geweest, hè, om je naar Exodus of nummer 15 te laten bladeren. Ik heb je echt de tijd gegeven. Dus iedereen is eraan gekomen. We lezen vanaf vers 37. Dat is een bijzonder stukje. Nummer 15 vanaf vers 37. Daar staat het volgende. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door, daar heb je ze, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes, aan de hoek, moeten zij een blauw-purper draad bevestigen. Dat is heel mooi, de Statenvertaling, daar ben ik mee opgevoed, vertaalt dit met hemelsblauw. Dat is niet voor niks. Vers 39. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, hè, met als doel, wanneer u hem ziet, wanneer je dat kwastje ziet, aan al de geboden van de Heere denkt en die doet. Het woord denken hier betekent zoveel als herinneren. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken. Kan ook vertalen met zult navolgen. Waar u als in hoererij achteraan gaat. Opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere, uw God. Nou, tot zover het eerste gedeelte. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Of beter gezegd het Tweede Testament. Matteüs hoofdstuk 6. En u weet dat Matteüs 6 behoort tot de bergreden
van de Heer Jezus. En in de bergrede ontvangen we onderwijs over de principes van het Koninkrijk van God. Hoe gaat het er daar aan toe? Wat zijn die principes om in dat Koninkrijk te leven? Nou, dan zegt Jezus in Matthäus 6, vers 19 het volgende. Verzamel geen schatten voor u op de aarde. Matthäus 6, vers 19. Waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar vergader, verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, er verschijnt geen wolkje boven jullie hoofden waar jullie schat is, maar dat weet je zelf. Als je nu weet, beseft waar je schat is, dan weet ik waar jouw hart is. Dat zegt Jezus. En dan het laatste stukje. En dat is mooi. Dat is de apostel Paulus in Colossenzen hoofdstuk 3. De kenners hadden dat natuurlijk wel verwacht. Paulus, een ras echte Jood, een Hebreeër uit Hebreeën. Wat schrijft hij in navolging, denk ik, geloof ik, van nummer 15. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want, dan komt de verklaring, de toelichting, waarom leven we dan op die manier? Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is. Dat is mooi, hè? Het is niet fijn om de Heer Jezus er ook nog bij te hebben. Die ons leven is. Dat is iets anders. In hem leven wij, in hem bewegen wij. Christus die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, ik kan daar heel veel over zeggen en ik moet natuurlijk de tijd in de gaten houden, maar het is een prachtig onderwerp. Wat hebben die gedenkkwasten nou te zeggen voor jou, voor u, voor mij, vandaag in onze wandel met de Heer? Nou, daar wil ik wat over nadenken. Er was een jonge man die vroeg aan een oude broeder van rond de 90. Als je nou terugkijkt op je leven, hoe snel is je leven nou voorbij gegaan? Ja, hoe leg je dat nou uit, hè? Hoe leg je nou 90 jaar uit? Maar die man die droeg een pet. En die pakte zijn pet op en die liet hem vallen. Hij zegt, dat was het. Nou, eenvoudiger kan ik het niet uitleggen. 90 jaar, die man wist er geen woorden aan te geven. Hij beelde het maar uit, hij pakt zijn pet en laat hem vallen. Hij zegt, dat waren 90 jaren. Nou, wat is dat? Dus dit. En, nou ja, ik ben nog geen 90. Ik zit nog niet op de helft. Ik zeg niet hoe oud ik ben, maar... Maar ik vind al dat mijn leven snel voorbij is gegaan. En als ik aan mensen hier van 60, 70, 80 jaar vraag hoe snel ging het... Nou, die kunnen dit voorbeeld volgen en die beamen dit. Zo snel is het voorbij gegaan. Jacobus 4, vers 14 zegt... Ons leven is een damp die voor een korte duur, voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Aangrijp het, hè? Ons leven is een damp. Kort wordt het gezien en daarna verdwijnt het. Nou is dat nog niet het ergste. Ik kwam vroeger bij een bekende professor waar ik mijn leven mee deelde, mijn hart, mijn roeping mee deelde. En die zei, ja, het leven kan niet snel genoeg gaan. Nou ja, dat is waar, want elke dag geleefd is een dag dichter bij het beste of bij het slechtste. Zo simpel is het. En als je nou uit mag zien naar het beste, dan zeg je nou, ik vind het niet erg dat de tijd zo snel gaat, toch? Maar anders word je er onrustig van. Zodra je er impulsief verschijnt en je kaal wordt en je grijs wordt. En dan heb je tegenwoordig allerlei middeltjes voor. Maar de leeftijd gaat gewoon door. Je wordt ouder. Ons leven is een damp. Korte tijd zichtbaar. En in één keer is het weg. Maar waar komt het dan op aan? Nou, het komt erop aan dat je in die korte tijd de juiste prioriteiten stelt en de juiste keuzes maakt. Dat is de sleutel. Dus dat de tijd snel gaat, prima. Maar maak je in die korte tijd de juiste keuzes. En daar wil ik je in meenemen vanmorgen. En de Bijbel wil ons daarbij helpen. Die wil ons daar steeds aan herinneren. Ja, dat is misschien een beetje een confronterende vraag. Maar
Maar stel u voor, hè, stel je voor dat je van de week hoort van de dokter dat je nog een maand te leven hebt. Moet je over nadenken. Er zijn mensen die dat van de week gehoord hebben. Stel voor dat u, dat jij dat hoort, dat ik dat hoor. Waar zouden we ons op dat moment nog druk om maken? Durf je die vraag aan jezelf te stellen? Waar maak je dan nog druk om? Nou, dan komen heel veel dingen van de afgelopen week in een heel ander daglicht te staan. Ook in mijn leven. Ik zal me maar niet vertellen waar ik me druk om kan maken, want dan denk je nou, had ik niet van hem verwacht. Wat kan je je druk maken om van alles en nog wat? Maar als je weet, ik heb nog een maand te leven, dan valt dat allemaal weg. En dan komt het erop aan, wat is nu echt wezenlijk met het oog op de eeuwigheid? Nou, probeer die vraag eens mee te nemen deze dag. Stel hem eens aan elkaar. Bevraag elkaar eens. En dat helpt je om focus aan te brengen in je leven. Want we lazen in nummer 15 dat de Heere God focus aanbracht in het leven van zijn volk. En dan moet ik dit erbij zeggen. Als je mee hebt gelezen, heb je het gezien. Er staat in nummer 15 vers 41. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte geleid heeft. Dus de Heere God brengt focus aan, richting aan, inhoud aan, aan het leven van een bevrijd volk. Dat is belangrijk hoor. Je zegt ja, maar ja, dat geldt voor Israël. Ja, wacht even, die bevrijding uit Egypte, dat is een beeld van onze bevrijding uit slavernij van zonde, toch? Bevrijd uit de heerschappij van Satan. Daar is het een beeld van. En hij bevrijdde zijn volk in één nacht, Pesach, feest van de voorbijgang, feest van de vrijheid. Schuilend achter het bloed, ze zijn uitgegaan. En daar stonden ze in de vrijheid. Deze woorden zijn geschreven aan een bevrijd volk. En blijkbaar heeft dat bevrijde volk nodig om zo nu en dan herinnerd te worden aan de blijvende dingen. Herken je dat in je leven of niet? Ik hoop dat jullie, zoals je hier bent, zoals je hier zit of meekijkt, allemaal kan getuigen dat God je bevrijd heeft. Dat je geen slaaf meer bent van zonde. Dat je niet meer leeft onder de heerschappij van Satan. Dat vind je hoge woorden, hè? Nou, dan moet je morgenavond naar Heerde komen. Daar geef ik bijbelstudie, kan beter overnachten hier. Maar dan ben ik bezig met Romeinen 6, 7 en 8. Fundamentele hoofdstukken over deze thematiek. Bevrijd van de slavernij van zonde. Weg onder de heerschappij van Satan. Gezet in de vrijheid. En wat doet de Heere God dan? Dan komt hij jou en mij tegemoet. En dan zegt hij, ik zou je een beetje helpen. In de complexiteit van dit leven. Om focus te houden. Nou, dat is toch heerlijk. En dat wil ik doen aan de hand van nummer 15. De gebedskwasten. Ik heb jullie uit Egypte geleid. En via Mozes gaf de Heere God die opdracht. En ik heb er eigenlijk al iets over gezegd. Om al de generaties door aan de vier hoeken van de kleding gebedskwasten of gedenkkwasten te bevestigen. Kleine kwastjes aan de vier hoeken. En die vier hoeken die duiden op de vier windrichtingen. Noord, oost, zuid, west. Dus nou, je ziet natuurlijk die Joodse mannen lopen met die kwastjes. En waar je ook bent, wat je ook doet, je ziet steeds die kwastjes zweven om je lichaam, toch? Je wordt er steeds aan herinnerd of je nou naar het noorden gaat, of naar het zuiden, of naar het westen, of naar het oosten. Ja, iedere keer, of je nou met je vrouw op pad bent, of dat je met je vrienden op pad bent, of dat je, nou, noem maar op. Voortdurend heb je dat zicht op die kwasten. Die blijven maar om je heen slingeren. Apart eigenlijk, hè? Nou, ik vind het niet zo gek eigenlijk. Want het helpt ons om te herinneren op de dingen, aan de dingen die boven zijn. Die gedenkkwasten. Vier hoeken, vier windstreken, kom je ook tegen in Openbaring hoofdstuk 7. En welke kant je ook optrok, je werd met die gedenkkwasten geconfronteerd. En als je goed hebt gekeken, dan ontbreekt vandaag in die gedenkkwasten de blauwe draad. Daar heb ik over gelezen. Nou, ik heb dat wat uitgezocht, maar het blijkt dat de slak die vloeistof voortbrengt, waar die blauwe draad van is, door is gekleurd, dat die uitgestorven is. Maar ik heb inmiddels geruchten gehoord dat die weer terug is. Maar dat weet Ben misschien wel beter als ik. Maar die blauwe draad moest erin zitten, zit er vandaag niet meer in.
omgenoemde reden. Maar die blauwe draad, ik zei het al, wordt in de Statenvertaling weergegeven met hemelsblauw. Nou, dat is mooi. En de hemel is de plaats waar God woont, waar hij troont. De plaats van Jahwe, de eeuwige. Dus je wordt voortdurend herinnerd aan hem en niet zozeer aan de aarde. En ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar wat kan je in beslag genomen door de dingen worden door de dingen van deze wereld? En dat is niet altijd zonde, hè? Dat kan, maar dat hoeft niet. Je kan ook bezorgd zijn. Nou, bezorgdheid kan ook zonde worden. Maar wat kan je in beslag genomen worden door de dingen van hier beneden? Er zijn er een aantal van jullie, ja, nou wordt het eng, die denken al aan van de week. Die, nu ik dit zeg, denk je aan dinsdagmiddag misschien wel. Of donderdag. Er staat iets op programma en daar maak je je zorgen over. Daar ben je over bezig. Of misschien ben je student en ben je bezig met tentamens. Zorgen. Je wordt naar beneden getrokken. Is dat zonde? Nee, je moet ook je ding doen hier beneden, toch? Dus je moet ook trouw zijn. En er zijn wat ontrouwe mensen vandaag. In huwelijken, in gezinnen, in gemeenten, in de maatschappij. Noem maar op. Je moet ook trouw zijn. Alleen je kan er zo door in beslag worden genomen dat je hoofd naar beneden gericht is en dat je uiteindelijk je gedachten, je denken, je doen en laten gaat vervullen door datgene wat op deze aarde plaatsvindt. En je komt al snel in het systeem van deze wereld. Kan je daar ook wel eens aan ergeren? Dat je in een systeem zit, je komt er gewoon niet meer uit. Je moet mee. Nou, ik kan me daar soms wel ontzettend aan ergeren. En als je daardoor zo in beslag wordt genomen, dan gaat dat je leven bepalen. En de Bijbel geeft aan dat het volk Israël door middel van de gedenkwasten werd herinnerd. Ja, aan wat? Nou ja, dat staat er in vers 39. Opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de Heere denkt. Daar staat eigenlijk daaraan herinnerd wordt. En die ook doet. Herinnering. Nou ja, dat weten jullie hier ook wel, dat zelfs in de politiek soms wordt gezegd, ik heb geen actieve herinnering meer. Dat is heel wonderlijk, omdat heel Nederland ziet het. Nou ja, er zijn ook veel blinde mensen hier hoor, maar 90% ziet het. En de persoon in kwestie zegt, geen actieve herinnering. Dat is gewoon een begrip, dat is de geschiedenis ingegaan. Ik vind het ook een heerlijk excuus wat je kan gebruiken, toch? Je komt er altijd mee uit en men accepteert het ook nog. Ik heb geen actieve herinnering. Nou, de Heer zegt, wacht even, ik heb gedenkwasten, die gaan bij mij niet op. En er zit een blauwe draad in die jou helpt om gericht te zijn op de dingen die boven zijn. Zodat je herinnert aan de Heere God, aan zijn geboden en die doet. Nou, die geboden die zijn voor mij niet beperkt tot de 10 woorden, de 10 geboden. Ik geloof dat heel de schrift door God is geïnspireerd, ingeblazen. Van Genesis 1 tot Openbaring 22 is het geïnspireerde woord van God. En die ene blauwe draad herinnert mij aan dat volledige, door God geïnspireerde woord. En waar ik ook heen ga, ik word geconfronteerd met dat woord van God. Dat levend is en krachtig. Dat scherpsnijdend is. Dat niet altijd populair maakt als je dat volgt. Gevoelig thema vanavond, maar heel actueel. Maar ik verlang te gehoorzamen, dat u herinnert en dat u doet. Nou, ik heb de afgelopen week over Jacobus gepreekt en er was nogal wat kritiek van een persoon. Die vond dat maar heel moeilijk. En ik heb met hem gebeld. Want ja, maar we zijn door geloof gerechtvaardigd en we zijn en het leven wat daarna volgt, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe, zei hij. We zijn gewoon gered. En of je het nou de bond aan toe gaat in je leven of minder bond, dat maakt niet uit. Dus het leven doet er eigenlijk niet zoveel toe. Nou ja, lees de Jacobusbrief, die zegt toch wel iets anders. Die zegt dat ons leven gestempeld wordt door datgene wat we geloven en vooral in wie we geloven. En dit is zo bijzonder. Ik ben blij dat de Heere God mijn zwakheid kent, omdat ik vaak aan dingen herinnerd moet worden. En die gedenkwasten, die helpen me mij. Laat ik het zo samenvatten. Het is een uiterlijk signaal om mijn innerlijke leven op peil te houden. Mooi, hè? Zo kan je het onthouden. God gaf een uiterlijk signaal
om het innerlijk op orde te houden. Nou ja, daar moet je niet over gaan discussiëren. Zeg, ja, dat is allemaal zo ingewikkeld. Elke dag. Dan moet je zeggen, dank u wel, Heer. U kent me door en door. U weet hoe zwak ik ben. Dank u wel dat u me ook daarin tegemoet komt. U heeft me niet alleen bevrijd, gered, verlost uit Egypte. Geestelijk doorvertalen. Maar u herinnert mij ook dagelijks, door middel van die gedenkkwasten, om te zoeken dat wat boven is. En dan zegt Paulus waar Christus is. Hij zegt niet waar Jezus is, hè? Waar Christus is. De gezalfde. De Messias. Wat is dat voor Messias? Een Joodse. Ik zoek de dingen die boven zijn. Waar hij is, die mijn leven is. Amen. Dat. En wat ben ik blij. Dat in de ik vind het leven soms complex, hoor. We hebben 4 kinderen, maar ik vind het best complex opvoeden. Je staat altijd aan, hè. En ik ben als een leeuw voor mijn gezin. Wat komt erin? Wat gaat eruit? Ik ben altijd mee bezig. Kost me het meeste tijd en energie. Maar daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Dus ik vind het leven soms erg complex. En dan nog te zoeken de dingen die boven zijn. Nou ja, 7 dagen in de week, 24 uur per dag ben ik aan de slag. Ik zie sommige knikken, je herkent het, hè? Maar dat geeft niet. Het is korte tijd, misschien 60, 70 jaar, ik weet niet hoe oud ik word. En dan kunnen we genieten ten volle. Dus in deze tijd wil ik waakzaam zijn. Ik en mijn huis, we zullen de Here dienen hier op aarde. En dat die gerichtheid op de hemel bepaalt de manier waarop ik op aarde leef. Ja, ik sta in verbinding met het verheerlijkte hoofd. Ik sta in verbinding met de verheerlijkte Christus. Ik ben één met hem, waar hij is ben ik. Ik ben gezet met hem in de hemelse gewesten, boven elke macht en kracht en heerschappij. Ik heb autoriteit ontvangen om vandaag op aarde te leven. Daarbij heb ik nog zijn geest in mijn hart. Ik heb zijn woord in mijn hart. Wat wil je nog meer? Ik wandel in het licht met Jezus. En het donkere dal ligt achter mij. En als het me even te zwaar wordt, dan kijk ik om me heen. Je voelt hem al aan, hè? Jacques zoekt de dingen die boven zijn. En weet dat de wereld voorbij gaat. Nou moet je oppassen. Nu moet je niet in het uiterlijke blijven hangen. Er zijn vandaag mensen uit het heidendom. Die gaan ook met die kwast allemaal lopen. Daar heb ik ook wel een beetje mijn gedachten over. Je moet niet bij het uiterlijke blijven hangen. Want dat was in Jezus' dagen ook al een gevaar. Hij zegt in Matthäus 23 vers 5. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gebedsriemen breed. En de kwastjes aan hun kleren groot. Dat is een gevaar, hè? Op de een of andere manier wil mensen altijd uiterlijk iets tonen. Want ja, dat zien de mensen. Hè? En vaak zie je dat ook in de gemeente. Uiterlijk tonen ze iets van, nou. Maar je kan er soms als een knap naast zitten. Of gebeurt dat niet in Hattem? Dat je uiterlijk een bepaalde gedachte had en een overtuiging had. En dan leer je iemand kennen aan de binnenkant van zijn leven. En dan denk je, nou, dat viel toch vies tegen. Dat zeg je natuurlijk niet. Zo fatsoenlijk zijn jullie wel, maar je denkt het wel. God ziet het hart aan. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En als hij dat hart heeft, ja, dan ben ik ook echt calvinistisch of reformatorisch. Als hij je hart heeft, dan komt dat ook aan de buitenkant openbaar. Dat leven wat God aan de binnenkant geeft, kan niet verborgen blijven. Dat is een leugen. Dat komt openbaar. In jouw handel en in jouw wandel. Nou, er valt veel meer over die cheat te zeggen, maar ik ga verder. Waar ik vanmorgen naartoe wil is dat we voortdurend bepaald worden bij de gerichtheid op de blijvende dingen. En dan ga ik even naar Matthäus 6, want dat onderwijst Yeshua zelf. Hij wist dat jij en ik vandaag in 2024 in een complexe samenleving, in een complexe wereld, te midden van de tijdgeest die rondwaart, ja, dat wij zomaar kunnen vervallen om de verkeerde schatten te verzamelen. Dat is toch ook pastoraal van hem, of niet? Hij kent je en hij komt je tegemoet. Eigenlijk in lijn, zo zie ik dat, met Numeri hoofdstuk 15. Matthäus 6. Matthäus 6, ik zei het al, is onderdeel van de bergrede. Matthäus 5 tot en met 7. En in de bergrede leren we de grondprincipes kennen van het koninkrijk van God. En tot die grondprincipes behoort ook de manier waarop wij leven, specifieker de schatten die wij moeten verzamelen.
Nou, ik vind het zo heerlijk dat de Heere God heeft overal aan gedacht. Ik zou je een beetje helpen. Bevrijd volk 2024. Ik zou je ook helpen welke schatten je moet zoeken. Verzamel. Dat is voorraad aanleggen. Hè? Verzamel. Dat heeft iets van een schatkamer in zich. Maar verzamel geen schatten voor u op de aarde, zegt Jezus. Dat is een grondprincipe. En dat wat je verzamelt, daar waar je naar uitstrekt, daar waar je tijd en energie in steekt, zegt iets over je hartsgesteldheid. Daar wil Jezus naartoe. Dat maakt je openbaar. Dat maakt duidelijk waarvoor je leeft, beter gezegd, voor wie je leeft. En daar wil de Heer Jezus naartoe. Waar kan je je hart allemaal op zetten? Nou, heel eenvoudig, op schatten van deze aarde of op schatten van de hemel. En luister nu goed, bij aarde moet je niet denken aan een stuk grond waarin je kan graven. Of een land met staatkundige grenzen. Nee, de aarde wordt hier bedoeld als beeld, als tegenstelling van het hemelse. En we lezen van Mozes in Hebreeën 11, vers 26, dat hij de smaad van Christus als grotere rijkdom beschouwde dan de schatten, de aardse schatten in Egypte, want hij zag op het loon wat voor ogen was. Mozes moest al in zijn dagen die keus maken. Wij moeten vandaag in onze tijd die keus maken. En die is niet altijd eenvoudig. De aarde in Matthäus 6 is een beeld van alles, broeders, zusters, wat tijdelijk is en wat vergankelijk is. Er wordt een beeld gebruikt, ik ga dat niet heel ver uitwerken, van de mot, een klein vlindertje, waarvan de larven de kleding aantasten. Kostbare stoffen, pronkgewaden worden als het ware weggeknaagd, hoe kostbaar dat gewaad ook is, door zo'n klein, niet voorstellend beestje. Jezus zegt, dat gaat er gebeuren met je aardse schatten. Het wordt weggeknaagd door iets waarvan je zegt, nou ja, stelt niet veel voor, maar ondertussen toch, hè, wordt weggeknaagd. Weggevreten. En Jezus gebruikt dit beeld om aan te tonen dat aardse goederen aan verval onderhevig zijn. Ben je al tot die conclusie gekomen? Dan gebruikt hij nog een beeld. Hij heeft het over roest. En in het Griek staat er voor dat woord roest een woord dat betekent iets wat een vretende werking heeft. Roest is iets aparts, hè? Vroeger roesten sommige auto's al op de folder. En als je hem dan had, dan ging het nog veel harder. Maar roest is iets met een vretende werking. Dit is heel aangrijpend. En er wordt gedacht aan de roest, maar het zou ook een diertje kunnen zijn. Hè, bijvoorbeeld een houtworm of zo. Hè, die kan. Ik ben 13 jaar makelaar-taxateur geweest. Ik heb boerderijen getaxeerd en zo. Maar als de houtworm in je spanten zit, nou, daar word je niet gelukkig van. Hè? Het vreet het gewoon weg. En dan sta je buiten, denk je, indrukwekkend zeg. Maar dan kom je binnen, houtworm, overal. Nou, dan krijg je een hartverzakking. Ja, het wordt gewoon weggevreten als je er niks aan doet. Nou, dit is wat er gebeurt met aardse schatten. En in Malachi 3 vers 11 wordt er gesproken over de kaalvreter, de afvreter, een soort sprinkhaan. Motten, roest. En heb je ook nog dieven. Nou ja, dat kan ook maar zomaar gebeuren, toch? Heb je wat verzameld? Heb je een inbraak? Er wordt weggenomen wat voor jou kostbaar is. Jouw schatten, jouw rijkdom. Nou, ik ben mensen tegengekomen. Ik behoor niet tot die bemiddelde categorie. Maar die hebben een externe kluis. Nee, dat bewaar ik niet in mijn huis, hoor. Want als het wordt ingebroken, dat wil ik veiligstellen. Dat. Nou ja, zo kostbaar is het. Maar hier in God zegt, al die aardse dingen, dat wat tijdelijk is, dat wat voorbijgaande aard is, waar heel veel mensen zich naar uitstrekken. Pas op. Motten, roest en dieven. Beroven je van datgene waar je je hart op zet. Herken je dat in je leven? Het is heel belangrijk dat je tot die conclusie komt. Als je daar niet diep van overtuigd bent, dan blijf je zelfs, als je de naam van Jezus op de lippen neemt, zoeken de dingen die van voorbijgaande aard zijn. Ik kan niet bepalen voor jullie of jullie vastzitten aan bepaalde dingen. Je weet het zelf, toch? Als je eerlijk bent. Durf je eerlijk te reflecteren op je eigen leven.
Durf je daar eerlijk naar te kijken? En nu noemt Jezus in Matteüs 6 ook de hemel. En dat is dan een beeld van alles wat blijvend en onvergankelijk is. Ik ga daar nu niet verder op in, maar het gaat hier binnenkort over het Messiaans vrederijk. Ik geloof dat God herstel gaat brengen hier op aarde. Het koninkrijk gaat hier op aarde gevestigd worden. Rust, vrede, gerechtigheid. Soms vergeten christenen dat wel eens. Dan hoor ik alleen maar de hemel, de hemel, de hemel. Maar God gaat herstel brengen op aarde. Dat is een hele belangrijke. Maar daar mag je zelf over nadenken. En als je er nog vragen over hebt, dan ga je heerlijk naar die lezing toe. En dan ga je daarna alle vragen stellen die je hebt. Maar hier gaat het om de hemel als plaats waar Christus is. En ik ben gericht op de plaats waar Hij is. Dat is het. En dat is blijvend. Dat is het beeld wat Jezus hier gebruikt. Blijvend en onvergankelijk. En daarbij komt dit nog, dat Paulus in Colossenzen 2 zegt, in Christus, die daar is, zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, opgesloten. Met andere woorden, er is bij hem kennis beschikbaar, waardoor ik vandaag kan leven op een manier die hem wel behagelijk is. Daarvoor moet je ook bij hem zijn. Wijsheid, ontbreekt het je? Er is overvloed aan wijsheid bij hem, die in de hemel is. En wat zegt Paulus nog meer? Nou, als je dan met Christus opgewekt bent, dan zoek je de dingen die boven zijn. Als je je laat dopen, nou, dan is dat de belijdenis. Je zoekt het niet meer hier beneden, toch? Ben je dan depressief of zo? Die mensen kom ik soms ook tegen. Of die gaan in een klooster zitten, weet je? Dan zeggen ze, ja, die wereld is allemaal zo slecht hier. En, allemaal, en die verstaan hun taak niet meer. Nou, je mag weten, ik geniet van het leven met mijn vrouw. Ik geniet van het leven met mijn gezin. Ik geniet van de mooie dingen in ons land, in de cultuur. Daar geniet ik van, begrijp je? Maar één ding, daar ben ik wel diep van overtuigd. Ik moet het loslaten. Ik moet mijn vrouw loslaten. Ik moet mijn kinderen loslaten. Dus ik wil toch te midden van de dingen die ik geniet en waar je van mag genieten, laat dat ook eens gezegd zijn, toch zoeken dat wat blijvend is. En dat is wat Jezus bedoelt. Dat betekent dus niet dat je in een klooster moet gaan zitten met een hoekje, met een boekje in een hoekje of zo. Dat niet. Je staat midden in het leven. Het mag bruisen in je hart. Je mag verlangens en idealen hebben. Maar één ding staat als een paal boven water. Dat je diep beseft, deze wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. En dat is zo belangrijk vandaag om te beseffen. Want anders raak je verward in je denken en in je doen en laten. Maar heb jij dat draadje al door durven knippen, of niet? Of hou je het allebei een beetje vast? Een beetje van, hoe zei ze dat vroeger bij Maggie? Een beetje van mezelf en een beetje van Marie. Dat. Nou, een beetje van deze wereld en een beetje van de Heere God. En dan krijg je die vermenging en wat hou je over? Grijze muizen. Broeders, zusters, het is echt de tijd van kleur bekennen vandaag hoor. Er is geen tijd meer voor grijs gebied. Het is naar je kwast te kijken, vooral naar die blauwe. En zoeken de dingen die boven zijn. En daarin de keuzes, daardoor de keuzes laten bepalen. In je huwelijk. In je gezin. Ja, maar het is zo moeilijk. Ja, dat is voor mij toch ook moeilijk. Maar je moet van moeilijk niet maken dat het onmogelijk is. Dat doen heel veel mensen vandaag. Het is zo moeilijk. Ja, dat weet ik. Dat vind ik ook. Ik heb jou nodig. Jij hebt mij nodig. Maar het is niet onmogelijk. En dat vraagt een offer. En dat is het kernprincipe. Het vraagt ten diepste zelfverloochening. Waar leven we voor? Voor wie leven we? En in die weg van toewijding vraagt de Heer om mezelf te verloochenen en zijn wil te zoeken. Dus ik voel het ook soms wel eens als een pijnlijke prediking. Begrijp je wat ik bedoel? Dit gaat niet over jullie, het gaat ook over mij. Ik moet mijn kwastjes ook in de gaten houden. Begrijp je wat ik bedoel? Het is niet zo dat ik daarboven sta of zo en dat ik die herinnering niet nodig heb. Nee, het geldt ook mij. Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 18, we richten onze ogen op de onzichtbare dingen, omdat die blijvend zijn. Wat zijn dat dan? Nou, ik geloof dat het hier allereerst gaat om de belofte van God en om zijn profetieën. Kijk, een belofte is niet zozeer zichtbaar, toch? Maar omdat het niet zichtbaar is, wil niet zeggen dat het niet waar is. Alle beloften van God zijn in Christus Jezus, ja en amen. En God zal al zijn profetieën tot in de punt en de komma vervullen. Zie ik dat nu al? Nou, niet alles. Deels is vervuld, maar er staat nog heel veel open. Daar zie ik naar uit. Daar verheug ik me in. En er staat een tekst in Psalm 119.
Ik weet even niet welke vertaling ik nu aanhaal, maar het komt hierop neer. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Dat betekent, toen ik uw belofte las, toen ik uw profetieën bestudeerde, toen ontving ik in mijn hart eigenlijk al wat in de toekomst nog vervuld moet worden. Ik heb nu al voorpret. Begrijp je wat ik bedoel? Het is niet afwachten of het komt, maar verwachten dat wat nu onzichtbaar is, spoedig zichtbaar zal worden. Kijk, daar leef ik uit. Ik leef niet bij het zichtbare. Paulus zegt, dat gaat voorbij. Dat is tijdelijk. Hij oefent en traint jou en mij om te leven voor het onzichtbare, waarvan hij in 2 Korinthe 4 zegt, dat is blijvend. Nou, jullie zongen net Johan de Heer, hè? Er is volgens mij nog eentje in Johan de Heer, dat is zo'n oude gouden, zeg maar. Alles, hoe schoon ook, het zal eenmaal vergaan. En weet je, daar moet je niet mee gaan strijden, dat moet je accepteren in je leven. Je moet een moment krijgen in je leven dat je dat accepteert. En als je gaat vechten, ik wil het vasthouden, kom je in de kramp. Maar als je het accepteert, omdat je weet, mij is een beter lot bereid, ja, dan kan je vandaag keuzes maken die jou ook vreugde geven en blijdschap. Dan is het niet zo, nou ja, laten we de Heer Jezus dan maar volgen, het mot dan maar. Nee, door uw wil te doen, zegt de opwekking. Leer ik om vrij te zijn. En die herinnering daaraan, actieve herinnering, die heb ik nodig. Dag in, dag uit. Nou, ik ben hier op de Veluwe, hè? Dan moet je altijd een toepassing hebben, toch? Of niet? Want de vraag van morgen is, is mijn hart, is jouw hart, is uw hart oprecht voor God? En zoek ik, investeer ik in de dingen, ja, ik moet zeggen, in de juiste schatten. Wat doe ik met mijn tijd? Wat doe ik met mijn passies? Wat doe ik met mijn geld? Wat doe ik met mijn bezittingen? Waar zet ik me voor in? Door wie en wat wordt dat bepaald in mijn leven? Dat is een belangrijke, toch? Het leven is kort. En ik heb het gezegd. Wat doen wij met ons leven? Verspillen wij ons leven? Durven we kritisch naar onszelf te kijken, ons leven onder de loep te nemen en de spiegel van Matthäus 6, het woord van Jezus, voor ons te houden? Nou zou ik een hele lijst kunnen noemen aan aardse schatten. Een hele lijst die je kan zoeken. Maar weet je wat het gevaar daarvan is? Als je lijstje het gaat noemen, je voelt hem al aan, hè? Dan staat jouw schat er precies niet tussen. En dan zeg je vanmorgen, dan ga je naar buiten doen, zeg je, nou, de zon schijnt en ik ontspring de dans. Want hij noemde mijn aardse schat niet. Dus blijkbaar kan ik. Mensen zijn creatief hoor in de gemeente. Ik ben ook oudst in onze gemeente, dus je hoeft me niks te vertellen. Maar de Heer spreekt door zijn woord en door zijn geest vanmorgen met je. En hij heeft op dit moment indachtig gemaakt wat jouw aardse schat is. Waar jij voor leeft. En hij zegt, als je dat nu in je gedachten hebt, dit gaat voorbij. Laat ik dit als voorbeeld gebruiken. Mijn vader was een man met aanzien. Hij was notabene 23 jaar fractievoorzitter van de staatkundig gereformeerde partij. Nou, wat wil je nog meer? Hij was geridderd, hij was onderscheiden. Maar dat meen ik uit de grond van mijn hart. Toen hij op sterven lag, toen moest hij al die onderscheidingen achterlaten. Ik heb bij zijn sterfbed gestaan, daar was geen onderscheiding meer zichtbaar. Niets. Sterker nog, en sommigen weten het van jullie, je moet je onderscheiding weer terugsturen. Dan krijg je een brief. Nou, daar heb je voor ingespannen. Kan je het weer inleveren? Nee, maar voel je. Dan kan je prat gaan op je onderscheiding. En hij was stervende. Geen enkele onderscheiding meer zichtbaar. Al het aardse ging voorbij. Als er één moment in mijn leven is geweest, dat ik beseft heb, deze wereld gaat voorbij, was aan het sterfbed van mijn vader, die in hoog aanzien stond. Je moet alles loslaten. En wat is dan wat je overhoudt, hè? Ik wil niet jullie raken in je emoties of zo, maar denk erover na. En toen was het zo een zegen, dat we als gezin rond zijn sterfbed stonden en het lied zongen, vaste rots van mijn behoud. En dat in de liederen zijn handen omhoog gingen. Toen dacht ik, wat ben je rijk. Als je alles mist in deze wereld. Als je misschien geen aardse schatten meer hebt. Maar als je de Christus der schriften in je hart hebt. Dat maakt rijk. Dat is blijvend. Dat gaat niet meer voorbij.
En dan kan je zingen, mij is een beter lot bereid, mijn heilzon is aan het dagen. Het wordt er niet minder op. Elke dag dat ik geleefd heb, wordt het er beter op. En omdat ik naar dat betere, ja, naar het allerbeste onderweg ben, wil ik vandaag al mijn leven inrichten overeenkomstig de principes van God. Is dat je verlangen? Dat is nieuwe leven. Dat is een heilige vanzelfsheid. Dat is wat God bewerkt door zijn geest in jou en mij vandaag. En die gedenkkwasten helpen jou daarbij. Als je straks voor de Heere God staat, luister goed. En er zou een film van jouw leven worden afgedraaid. Zou je dan vrijmoedig met die film mee kunnen kijken? Of zeg je, hoe is het toch mogelijk dat ik die aardse schat heb gezocht? Ik wist zoveel beter. Het is een beeld, hè? Maar je begrijpt het wel. Of zou je vrijmoedig die film kunnen afkijken en zeggen, dank u voor uw genade dat ik dit leven mocht leven? Of zou je je schamen? Ik heb gezocht dat wat voorbij gaat, waar heel de wereld voor leefde. Aangrijpend, hè? De Heer wil je vandaag helpen, bemoedigen, stimuleren, om te zoeken dat wat blijvend is. Kijk, de ongelovige wereld, de media en de tijdgeest stimuleren jou en mij om dat te zoeken wat vergaat. Aangrijpend, vind je niet? Dat vind ik heel aangrijpend. Er wordt gewoon zand in de ogen gestrooid. Er wordt een soort luchtballon opgehouden, gaat erop en die wordt lek gestoken. Het is lucht, het is niks. En dat vind ik zo aangrijpend ook met de jeugd en mijn eigen kinderen. En nu vraagt iemand, en daar sluit ik mee af. Nu vraagt iemand aan mij, Jacques, waar kan je zo'n kleed kopen? Het is me wel duidelijk. Nou, je kan ze bestellen. Maar dat hoeft niet. Blader even naar Johannes 14, ik heb iets veel mooiers voor je. Je hoeft niet zo'n uiterlijk kleed van mij te kopen. Mag wel, doe wat op je hart is. Maar wat ik nu ga zeggen, is veel belangrijker dan dat kleed. En dat is een mooie afsluiter. Wat staat er in Johannes 14? Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo rijk. De Heer Jezus spreekt in Johannes 14 en Johannes 16 over de komst van de Heilige Geest. En wat zegt hij dan? Dat vind ik zo mooi in vers 26 Johannes 14. Maar de trooster. Dat is allemaal, hè? Dat is die andere trooster. Wie was die eerste trooster? Nou, dat was Jezus zelf. Die andere trooster. Die doet hetzelfde werk als ik, maar toch anders. Maar troosten doen we. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam. Nou komt het. Die zal u in alles onderwijzen. En dan staat erbij. En u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Nou, weet je, wij leven vandaag in een veel rijkere tijd dan in nummer 15. Ik heb je een les meegegeven, principes vanuit dit kleed. En neem die les mee. Maar als nieuwtestamentische gelovigen hebben we geen gedenkkwast aan onze kleding, maar hebben we een geestelijke gedenkkwast aan de binnenkant van ons leven. Dat is toch heerlijk? Die altijd bij je is, de geest die jou in de waarheid leidt, die Christus verheerlijkt en die zorgt, ik bedoel dat niet grappig, voor actieve herinnering. Ik zal in herinnering brengen als je op zaterdagavond op plaatsen bent waarvan God zegt, daar wordt mijn naam niet verheerlijkt. Ik zal je in herinnering brengen als je als man kijkt naar een andere vrouw met begeerte en verlangen. Ik zal je in herinnering brengen. Ik zal je in herinnering brengen als je aan het zappen bent. Of aan het scrollen bent op het internet. Ik zal je in herinnering brengen. Dat is wat, hè, leven door de geest. Ik hoor vandaag zoveel over de Heilige Geest. Manifestaties. Ik zal het maar laten liggen nu. Maar dit hoor ik niet zoveel. Hij zal mij in herinnering brengen. Om te zoeken dat wat boven is. En weet je wat dat betekent? Dat betekent vandaag voor mij zelfverloochening. Want dat betekent dat ik mijn wil buig onder de wil van God. En het beleid.
misschien met knikkende knieën en bevende handen, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Zo kom ik tot mijn bestemming. Vind je dat geen wonderlijk proces? Waar waren we begonnen vanochtend? Bij de bevrijding uit Egypte. En nu ben ik gekomen bij de wandel door de Heilige Geest. In afhankelijkheid van hem. Heer, u onderwijst mij. U herinnert mij. Niet aan de buitenkant zozeer, maar aan de binnenkant. Heb ik een persoon die mij herinnert. Ik ben daar zo dankbaar voor. Weet je wat ik ontdek? Daar zit een kloppend vaderhart achter. Hij had me niet over voor de heerschappij van Satan. Hij wilde me geen slaaf van de zonde laten zijn. Maar hij wil me ook niet alleen door het leven laten gaan. Nee, hij neemt me bij de hand. Hij leidt mij van stap tot stap. Hij verheerlijkt Christus. Hij leidt me in de waarheid. De waarheid maakt mij vrij. En hij herinnert mij. Wat een leven, hè? En heb je daar nou voor gewerkt? Nee, joh. Heb je dat verdiend? Nog veel minder. Dat ontvang je om niet. Amazing grace. Onuitsprekelijke genade. Dat God mij herinnert om dat te zoeken wat boven is, waar hij is, de Christus. En ik hoop dat je vanmorgen zegt, dit is mijn leven. En als dit nog niet je leven is, dan krijg je de handreiking vanmorgen van de Allerhoogste God. En zeg ik wil je helpen. Vanuit Numeri 15, vanuit Matthäus 6, vanuit Colossense 3. Bewaar die woorden als een Maria in je hart. Overdenk die woorden. En de Geest wil het uitwerken in je leven. 3 stappen vooruit, 2 achteruit, per saldo 1 winst. Om zo gelijkvormig te worden, Romeinen 8 vers 29, aan het beeld van de Zoon. Dan zeggen ze in Hattem tegen je, je kan wel zien van wie jij erin bent, zeg. Dat hoef je mij niet te vertellen. Je zoekt echt de dingen die boven zijn, hè? Dat klopt, ja. Daar is Hij die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven tot in het dood van het kruis. En ik ben met hem gestorven. En ik ben met hem opgestaan. En ik leef slechts om het Lam te verhogen. En ik zie uit dat hij komt als koning der koningen. Straks in de toekomst als Heere der Heren. Ik aanvaard hem als het Lam dat geslacht is. Maar ik zie in hem ook de leeuw uit de stam van Juda. Leeuw en lam in één persoon. Messias, Yeshua, de Heer Jezus Christus. Hem te kennen is het leven en daarom wil ik je uitdagen. Wijd je geheel en al aan hem toe. En besef dit. De wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Dat is duurzaam leven. En daar hoor ik ze in Den Haag niet over. Maar laten wij die boodschap van echte duurzaamheid blijven verkondigen. En blijven uitdragen. En besef dat we onderweg zijn naar het allerbeste. De Heer zegene jullie. Met een geestvervulde wandel. Met een wandel in de hemel. Amen. Mag ik de Heer danken hiervoor? Dat mag. Welke vrienden doet onze Jezus voor mij elke dag en de herinnering over. Amen. Op deze dag. Ik dacht, dit moet ik afsluiten. Dankjewel. Niet iedereen heeft het gehoord, maar het waren woorden die aansloten op de boodschap. Dankjewel. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel. Als we eerlijk zijn, zijn we zwakke mensen. We zijn mensen van vlees en bloed. En u gaf aan uw bevrijde volk een uiterlijk teken om het leven innerlijk op orde te houden. En als we eerlijk zijn naar onszelf, dan hebben we zo nodig dat u ons aan die wandel in de hemel herinnert. Te zoeken de dingen die boven zijn. Heren, kunnen zo in beslag genomen worden. Niet zozeer altijd door zonde, maar ook door de zorgvuldigheden van het leven. Soms is dat moeilijk in een gezin, met de drukte, met de hectiek. Ik denk dat er hier moeders zijn die dat ook herkennen. Vaders die dat herkennen. En wat is het dan heerlijk dat we mogen weten als kinderen van u, dat u een gedenkkwast aan de binnenkant van ons leven heeft gegeven. Zodat we de juiste schatten verzamelen. En de dingen zoeken die boven zijn. U heeft ons ook aan elkaar gegeven. Als gemeente. Om dat te zoeken wat blijvende waarde heeft. En Heer, ik herken dat ik zwak ben in mezelf. En ik denk dat mijn broers en zussen zich daarbij aansluiten. Maar de apostel zegt het. Ik vermag alle dingen. Door hem die mij kracht geeft. Kracht om het leven aan te kunnen. Om keuzes te maken die ons niet altijd populair maken. Om onszelf te verloochenen. En uw wil te zoeken. Dank u wel, Heer, voor deze actieve herinnering.
Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel dat we dit met elkaar mochten delen. Niet als een wet of als een krampachtig iets, maar als een instrument dat u ons aanreikt, aangereikt heeft, als een middel om in de pas met Jezus te blijven. Dank u wel voor dit woord, dank u wel voor dit samen zijn. Geef ons zo nog een heerlijke ontmoeting met elkaar. Werk u alles uit in ons hart, in ons leven. En verheerlijk u zelf. Heer Jezus, we willen vanmorgen eenvoudig tegen u zeggen dat we u lief hebben. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. Geprezen bent u, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik had een lied opgegeven, dat had ik gemaild, maar ik weet niet of het door is gekomen. Maar jullie zijn zo flexibel als muzikanten. Dat is Opwekking 355. En dat is een lied van toewijding, zo lees ik dat lied. Dat is het lied U die mij geschapen hebt. En zullen we dat voor zover mogelijk staande zingen? En daarna wil ik jullie graag een tekst meegeven voor de komende week. Kijk, daar staat hij. Voor mij een vreugde om jullie te dienen met het woord van de levende God. En ik hoop dat jullie het ook zo ervaren hebben natuurlijk. Dat weet ik niet. De Heer weet het. Hij kent je hart. Bewaar deze woorden als een Maria in je hart. Overdenk die. Laat die door niets en niemand roven. Met wie je vanmiddag in aanraking komt. En herkauw dit woord als een rein dier. Zodat je de kracht ervan ervaart in de praktijk van je leven. Hè? Herkauwen wil zeggen, je gaat er alles uithalen wat erin zit, en geloof me, er zit veel meer in dan wat ik gezegd heb. En als jullie dat vanmiddag nou gaan doen, dan komt het helemaal goed. Ik wil jullie graag bemoedigen met een tekst uit Judas, hoofdstuk 3. Dat bestaat niet, hè? Ik denk, kijk of ze nog fris zijn. Judas heeft maar één hoofdstuk. Maar was een flauwe. Daar staat in vers 24... Aan hem nu, dat is de Heer Jezus, die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ik wens u nu nog een hele fijne zondag.